December 1996. In een gebouw in Brussel worden de X-getuigen verhoord. Een speciaal team van rijkswachters houdt zich bezig met de verhoren en met het onderzoek. Getuige X1, Regina Louf, verklaart dat ze vanaf haar 12e jaar een pooier had. Tony V., een 40-jarige man uit Antwerpen die haar naar seksfeesten bracht en liet meewerken aan kinderpornofilms. Getuige X2 legt verklaringen af over seksorgieën in Knokke en in Brussel. Ze beschrijft dezelfde volwassen daders als X1. Getuige X3. De vrouw is in de 50. Haar grootvader was diplomaat. Ze heeft het over extreme wreedheden tijdens feestjes. Enkele daders die ze noemt zijn ook genoemd door X1 en X2. Getuige X4. Haar moeder leende haar uit aan een man die haar misbruikte en sadomasochistische films met haar maakte. Ze noemt dezelfde daders als X1, X2 en X3. Ze verwijst naar een hotel in Knokke dat ook genoemd wordt door getuige X1. Getuige X1 is de enige getuige die later uit de anonimiteit treedt. De andere X-getuigen willen onbekend blijven. X1 wordt in een speciaal voor dit doel ingerichte ruimte 17 keer verhoord door rijkswachter Patrick de Baats en zijn collega's. Il fallait pas réagir ou dire que ça n'existait pas. J'avais déjà fait connaissance de ça dans des autres enquêtes, aussi sur la pédophilie. J'avais vu les photos, j'avais vu à quoi l'être humain était capable. Les viols sur enfants de quelques mois. Patrick de Baats en Philippe Huppé hebben daar ontzettend veel tijd ook aan besteed om mij uit te leggen waarom het zo belangrijk was dat ik zo gedetailleerd dingen moest vertellen. Maar zelfs dan nog, het blijft natuurlijk moeilijk om in één verhoor, laat ons zeggen, systematisch en chronologisch te werk te gaan. Dat was onmogelijk. Laat ons zeggen dat ik vaak een stukje van dit gaf en een stukje van dat en toen een stukje nog van iets anders. En zij hadden een doos vol puzzelstukjes waar zij dan maar moesten een beeld uit creëren. Tijdens een van de laatste verhoren praat getuige X1, Regina Louf, over de laatste jaren dat zij bij het netwerk betrokken was. Dat kost haar veel moeite. Nadat ze 18 was geworden, bleef haar pooier Tony V. haar achtervolgen. En hoewel ze inmiddels was getrouwd, dwong Tony V. haar nu ook zelf deel te nemen aan het misbruik. Ze slaagt er niet helemaal in van Tony V. los te komen. Mais donc je pense que cet homme a quand même protégé d'une certaine manière Regina. Enfin, je sais bien que c'est particulier d'insister là-dessus, mais ça explique à mon avis le fait qu'elle soit restée vivante, mais que pour la faire taire définitivement, outre qu'on lui a imposé cette loi du silence sous la menace terrible de s'en prendre à elle, donc elle a vraiment intégré le fait qu'elle devait oublier tout ce qu'elle vivait et qu'elle ne pouvait pas trahir ses bourreaux. Il est aussi arrivé un jour que Tony débarque chez elle avec un autre homme. Elle avait des enfants à ce moment-là. L'homme reste chez elle avec ses enfants et Regina est emmenée avec Tony en voiture jusque, dit-elle, dans un château de la région d'Anvers. X1 beschrijft het kasteeltje in de buurt van Antwerpen waar ze door Tony V. heen werd gebracht. Een ronde toren, een muur, een oude oranjerie die 50 tot 60 meter van het kasteel af ligt. Er zijn enkele volwassenen, waaronder Michel Nieuw. In een bijgebouw van het kasteel vindt een sadomasochistische seance plaats die wordt gefilmd. Een jong meisje, volgens X1 heet ze Katrien, is het slachtoffer. X1 wordt gedwongen mee te werken aan de mishandeling van het meisje. Het meisje sterft. De onderzoekers volgen de aanwijzingen van X1, vinden het kasteel en constateren dat de beschrijving klopt. X1 beschrijft het slachtoffer. Ze is 12 of 13 jaar oud. Ze heeft halflang haar, blond, niet egaal. Ze is niet dik. Ze heeft een bleek gezicht. Het onderzoeksteam constateert dat een Antwerps meisje, Katrien de Kuiper geheten, in 1991 spoorloos verdween en een half jaar later vermoord werd teruggevonden.
Het oude dossier wordt tevoorschijn gehaald. ...17 december 1991. Katrien de Kuiper is op bezoek bij haar vriendje in Antwerpen. Omstreeks 21:30 s'avonds belt ze naar haar ouders. Ze zou de laatste bus naar huis nemen, naar Brasschaat. Dat doet ze niet. Daarna wordt ze gezien in een café aan de IJzerlaan in Antwerpen, waar ze een telefoontje pleegt. Naar wie ze belde is nooit achterhaald. Het moet toen 22:45 zijn geweest. Daarna is ze niet meer levend teruggezien. Een half jaar later vinden arbeiders in het Antwerpse havengebied tijdens graafwerkzaamheden per toeval het lijk van Katrien de Kuiper. Uit de autopsie blijkt dat ze is verburgd. X1 vertelt dat ze vermoedt dat haar pooier Tony V. het meisje, voordat ze in het kasteel werd vermoord, heeft geronseld en een tijd lang heeft misbruikt in het kinderpornocircuit. Terwijl X1 verhoord wordt, wordt Tony V. officieel verdacht. De onderzoekers observeren Tony V. en tappen zijn telefoon. Hij blijkt veel rond te hangen bij scholen. Uit de telefoontaps blijkt dat hij contact zoekt met een bepaalde rijkswachter uit de buurt van Antwerpen. On se rend compte qu'il appelle cet homme notamment plus d'une dizaine de fois le même jour à un moment où il est suivi, mis sous alerte, donc il y a donc une enquête qui a commencé à son sujet, peut-être qu'il s'en rendait compte. Enfin, quelle que soit la raison, il se trouve qu'il appelle à de nombreuses reprises ce policier. Nous avons trouvé d'autres éléments qui montrent qu'ils étaient sans doute en contact via Internet. Et c'est cet homme-là, qui n'était pas dans l'enquête, sauf erreur de ma part, qui a été parachuté dans ce dossier, après qu'on ait découvert qu'il avait des liens avec Tony. Deze rijkswachter, die veel contact heeft met verdachte Tony V., krijgt opeens een belangrijke taak in het onderzoek naar diezelfde Tony V. Dan stel je toch vragen en dan is dat niet de juiste persoon op de geschikte plaats. Ik heb dat ook aangeklaagd bij mijn oversten en daar is die man als mogen blijven functioneren op hetzelfde dossier. Als onderdeel van het onderzoek vergelijkt diezelfde rijkswachter met zijn collega's de Katrien van X1 met de reële beschrijving van Katrien de Kuiper. De Katrien van X1 is 12 tot 13 jaar oud. Katrien de Kuiper ziet eruit als minstens 16-jarige. De Katrien van X1 heeft lichtkleurige ogen. Donker. Katrien de Kuiper heeft helblauwe ogen. De Katrien van X1 is nog een kind. Katrien de Kuiper is geen kind. Ze heeft vrouwelijke vormen. Katrien de Kuiper kan nooit hetzelfde meisje zijn dat X1 beschrijft, is de conclusie van de rijkswacht in Antwerpen. De rijkswachter die een bekende is van Tony V. ondertekent het eindverslag. Het dossier wordt gesloten. Tony V. is niet langer verdacht. In diezelfde periode neemt het X-onderzoek een desastreuze wending. De top van de rijkswacht in Brussel heeft weinig vertrouwen in het onderzoek. Commandant Duterme neemt maatregelen. Hij geeft opdracht de verhoren van X1 te onderzoeken, te herlezen. De herlezers moeten vooral kijken of X1 wel correct verhoord is. De herlezing betreft uitsluitend de verhoren over de moord op het 16-jarige meisje Christine van Hees in 1984. Ze werd op gruwelijke wijze vermoord in een leegstaande champignonkwekerij in Brussel. X1 gaf over die moord details die alleen iemand kan weten die erbij was. Ze verklaarde dat Michel Nihoul en Marc Dutroux bij de moord aanwezig waren. Deze herlezing van het dossier Christine van Hees is het begin van het einde van het X-onderzoek. Je werd tegengewerkt, bepaalde opdrachten die je niet meer mocht uitvoeren, die bepaalde observatie mag je niet meer doen. Als je een telefoonpad wilde plaatsen, dat was te veel geld en dergelijke zaken. Dus allemaal kleine signalen die je kreeg van, en je mocht ook niet meer weten de herlezer waar ze mee bezig waren, wat hun conclusies waren. Terwijl de herlezers de werkwijze van de X-onderzoekers onder de loep nemen, doet een andere groep rijkswachters een huiszoeking bij Regina Loef. Ze is van getuige,
verdachte geworden. Op een bepaald moment de bel gaat en ik doe open. En er staan inderdaad een hoop rijksachters, twee mensen die ik kende, maar ook een aantal die ik niet kende. En die kwamen zomaar eventjes mijn huis ondersteboven halen. En dat was, toen wist ik het gewoon. Toen had ik echt iets van, nee, dit wordt niks meer. Ja, en dat heeft, laten we zeggen, toch mijn hart even gebroken. Hè. De rijkswachters nemen boeken, dagboeken, fotoalbums, papieren en aantekeningen mee. Wel, dat heb ik eigenlijk een stuk achteraf maar begrepen. Dat het dus was om te kijken of ik knutselboeken bijhield van alle moorden die rond 82, 83, 84 waren gebeurd. En dat ik alle informatie bijhield om dus in de verhoren dan naar buiten te brengen. Het parket in Brussel geeft opdracht Regina Loef psychiatrisch te onderzoeken. Een team van 5 experts trekt er een week vooruit. Conclusie? Regina Loef leidt aan disassociaties. Dat betekent dat ze meerdere persoonlijkheden bezit. Door intensieve therapie is ze erin geslaagd op een geïntegreerde manier te functioneren. Het klinisch psychiatrisch onderzoek bevestigt het vermoeden van massief seksueel misbruik tijdens de jeugd van de betrokkenen. In juni 1997 is het rapport van de herlezers klaar en wordt het aangeboden aan commandant Duterme. Een paar conclusies. De fotoherkenningen zijn suggestief. De verhoren wemelen van de onwaarschijnlijkheden. Duterme stelt vast dat de verhoorde manipuleert en gevaarlijk partijdig is. Ces rapports, effectivement, quand on les lit, sont très convaincants sur l'absolue non-fiabilité des déclarations de Regina Loef. Ils sont lapidaires et très convaincants. Maintenant, évidemment, ce que nous avons fait, c'est ne pas nous contenter d'une première lecture, mais analyser ces rapports à la lumière des auditions de Regina Loef et du dossier, mais principalement des auditions de Regina Loef, puisque ce sont des relectures de ces mêmes auditions. Et là, nous avons trouvé énormément de choses à redire, puisque, si je peux résumer nos impressions, c'est qu'effectivement, toutes les précisions, tous les arguments apportés par les relecteurs ne résistent pas à l'analyse. Il faut savoir que Regina a fait 17 auditions. Dans les 17, il y en a 7 qui parlent de la champignonnière, donc du meurtre de Christine Vernet. Et les relecteurs ont analysé la première, la deuxième et la septième. Alors, donc, la 3, 4, 5, 6, on ne la relit pas. Alors, comment voulez-vous avoir un travail correct, complet, sans la relire? Chaque fois que l'adjudant de Batz pose une question et que dans la question se trouve un élément précis qui pourrait être pris dans la réponse, on constate systématiquement que précédemment, lors d'auditions précédentes, Regina Loef avait elle-même apporté et donné cet élément précis. Dat herlezersrapport, onjuist als het is, wordt doorgespeeld aan journalisten. Op dat moment heeft niemand inzage in de X-dossiers. Niemand kent de uitgetypte verhoren. Niemand kan dus controleren of het rapport dat in de media komt, juist is. Je crois que les rapports de relecture ont eu un effet radical et à mon sens dramatique sur l'enquête. Le contenu de ces rapports de relecture a été extrêmement médiatisé, puisque tous les arguments qu'on a divulgué dans la presse à partir du début de l'année 1998, pour démolir le témoignage de Regina Loef, tous ces arguments sans exception sont directement tirés des rapports de relecture. Uiteindelijk vindt de Rijkswachttop in Brussel de aanleiding om het onderzoeksteam definitief te verwijderen. Onderzoeker Patrick de Baas wordt strafrechtelijk vervolgd wegens valsheid in geschriften en schending van het beroepsgeheim. De Baas zou geen verslag hebben gemaakt van het feit dat Regina Loef het vermoorde meisje Christine van Hees niet herkende op een foto. Dat is een grove leugen. Dat procesverbaal werd wel opgesteld en werd verstuurd naar de gerechtelijke overheden. Het procesverbaal is effectief gemaakt en dat is opgesteld door Philippe Huppé. En ze zijn enkel gaan kijken op naam van Patrick de Baat. En uiteraard, Patrick heeft dat nooit opgesteld, maar het was een andere persoon en dat zat in het dossier. Hij heeft altijd in het dossier gezeten.
De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is dus onjuist. Maar het onderzoek wordt toch voortgezet. Het X-onderzoeksteam wordt weggestuurd. We beginnen huilen. Ja, was zo'n... Ja, wat moest ik dan, hè? Dan heb je alles verteld wat je maar kon vertellen, zo intiem. En ja, wat gebeurt daar dan mee dan? Ja. Alles was eerst voor één voor niks geweest. Twee, wie had het ondertussen allemaal al gelezen, hè? Ik voelde mij zo kwetsbaar en zo blootgesteld. Ja, als een wandelende schietschijf gewoon. En je vraagt jezelf, toch zeker destijds dagelijks af, hè, wat heb ik nu misdaan om dit te verdienen? Plus het feit dat je ook in de pers wordt zwartgemaakt en die tuchtmaatregelen, die gerechtelijke dossiers, dat komt allemaal hard aan. Hè. Effectivement, toute cette enquête qui était menée dans l'extrême discrétion, qui même si sans doute était connue de la part de certains journalistes, mais sans doute que l'identité du témoin anonyme, jusque-là, le témoin X1, n'était pas connue, cette enquête qui donc, pour respecter l'anonymat, ne contenait aucune perquisition, aucune audition d'abuseur décrit par ce témoin anonyme, va prendre un tout autre virage à partir de l'écartement de Patrick Debat et de son équipe. On a affaire à une nouvelle équipe d'enquêteurs qui manifestement, très clairement, font comprendre à Regina Louf qui ne la croit pas. Het gesprek ging eigenlijk onmiddellijk in de richting van, ja kijk, wij doen niks meer, wij onderzoeken niks meer. Het is aan u om te bewijzen dat het allemaal is gebeurd. Clairement, une enquête continue, mais cette enquête va essentiellement, principalement, s'orienter sur la personne de Regina Louf elle-même, sur la crédibilité de son témoignage et plus du tout sur les faits qu'elle dénonce. Het onderzoek naar de persoon Regina Louf wordt uitgevoerd door het parket in Gent, de plaats waar ze woont. In januari 1998 deelt ze justitie mee dat ze haar anonimiteit wil opgeven en verschijnt ze op televisie. Ik wil mij, maar ook mijn kinderen en mijn gezin beschermen. Ja. En dan denk ik eigenlijk dat het veiliger is om te praten dan om te zwijgen uiteindelijk. Want als ik zwijg, en als alle slachtoffers zwijgen, dan gaan de netwerken gewoon door. Après que Regina ait accepté de renoncer à son anonymat, on a pu interroger plusieurs proches de sa famille, notamment celui qu'elle désigne comme son principal abuseur, le fameux Tony. Tony qui commence, il faut le dire, par nier catégoriquement avoir eu la moindre relation d'ordre sexuel avec Regina, malgré que plusieurs autres témoins, comme c'est souvent ce qu'on oublie, mais plusieurs autres jeunes filles qui connaissaient Regina confirment qu'elle avait bien une relation d'amour, si on peut appeler ça comme ça, avec ce fameux Tony. Selon Regina Louf, cette jeune fille, après sa disparition, n'est pas morte tout de suite, comme on pourrait le supposer, puisqu'il y a un délai, sauf erreur de ma part, de près de 3 ans entre la disparition de cette jeune fille et la découverte de son corps, qui était enterré enfin, bon, dans des circonstances bien pénibles. Elle dit que cette jeune fille, notamment, a mené à peu près à terme une grossesse. On peut donc présumer que cette grossesse a eu lieu pendant toute la durée de sa disparition, ce qui est donc un élément qui mériterait d'être vérifié. Alors, il n'y a pas que la parole de Regina là-dessus, parce que le rapport d'autopsie de la victime qu'elle désigne et qu'elle a identifiée confirme notamment, sans le dire, très clairement qu'elle était enceinte. X1 moet van de onderzoekers duidelijk maken hoe het huis eruit zag waar Klo bevallen en waarschijnlijk gestorven is, en waar ze, naar eigen zeggen, al eerder was geweest. Aan de rechterkant lag een soort aangelegde vijver, maar geen natuurlijke vijver. Een vrij rechthoekig ding. En bakstenen lagen daar. Dat is me opgevallen. Al de rest? Bakstenen? Ja, zo'n vierkant gedoe. Een soort baksteen met een fonteintje. De onderzoeksploeg volgt de aanwijzing van X1 en vindt een huis op het platteland bij Gent dat overeenkomt met de beschrijving. Tijdens het zesde verhoor vertelt X1 met grote moeite aan verhoorde Patrick Debaat
dat het vaker voorkwam dat slachtoffers van seksueel misbruik doodgingen. Souvent, madame Loupfel s'enfermait dans le silence. Et même un silence qui pouvait durer une heure et demie, où il fallait pas continuer à poser des questions, qu'il fallait la laisser revenir à soi-même. L'une des psychologues qui a été désignée par la justice et qui l'a suivie durant 8 auditions, donc l'une de ces psychologues explique à quel point il est difficile pour elle de témoigner de son passé, pour la simple et bonne raison qu'en témoignant, d'une part, elle revit les abus terribles et les meurtres auxquels elle dit avoir assisté, et donc c'est une souffrance terrible qui en ressort. Et d'autre part, on lui a imposé, depuis sa toute petite enfance, ce qu'on appelle la loi du silence. Et donc, elle a intégré totalement le fait qu'elle ne pouvait jamais parler, ni même se souvenir des abus qu'elle avait vécu. Beschrijven van gebouwen was voor mij het makkelijkst, omdat ik vroeger ook al als overlevingsstrategie heel vaak, terwijl het seksueel misbruik bezig was, rond mij heen keek. En dat was een manier, zoals schapen tellen, eigenlijk is om in slaap te raken, was dat om een soort van verdoving op te wekken. Kijken welke kleur dat de gordijnen hadden, hoe het tapijt eruit zag, welke foto's aan de muur hingen enzovoort. Dus dat was nog het makkelijke deel, het minst, laten we zeggen, intieme, dat ik kon vertellen. Maar zodra het ging over wat seksueel misbruik inhield, wie de daders waren, de beschrijving van hoe die eruit zagen, dat was voor mij ontzettend zwaar. Het is december 1996, 3 maanden na de arrestatie van Dutroux. Terwijl hij wordt verhoord over het lot van Anne, Eefje, Julie en Melissa, beschuldigt Regina Louf in Brussel Dutroux, Nihou en Annie Bouty van gruwelijke misdaden die 10 jaar eerder al plaatsvonden. Als ik het goed deed, dan deden ze een ander meisje pijn. Maar als ik het niet goed deed, dan deden ze mij pijn. Dat systeem. Het tweede meisje waar je het over hebt, wie was dat? Christine onder andere. De naam Christine heeft ze al eerder genoemd als een meisje dat vermoord zou zijn. Het onderzoeksteam denkt na. Er is begin jaren 80 een 16-jarig meisje, Christine van Hees geheten, op gruwelijke wijze vermoord in een oude champignonkwekerij in Brussel. De moord is nooit opgelost. Bepaalde onderzoekers van ons hebben gezegd van, ja, er staat ons toch iets van bij dat in een Brusselse in de tijd zoiets gebeurd zou kunnen zijn. Maar dat zou toch toeval moeten zijn, moest dat dit zijn wat Regina vertelt. Dus in feite hebben wij daar niet echt bij de eerste woorden bij stilgestaan, zou ik zeggen. Tot Patrick de Baats in zo'n vergadering was bij de Nationale Magistraat, die heeft gezegd, maar dat zou misschien dat dossier kunnen zijn. Bij het volgende verhoor hebben de onderzoekers een foto van het Brusselse meisje achter de hand. X1 vertelt dat ze samen met Christine naar een bepaalde plek werd gebracht. Ze vermoedt in de buurt van Brussel. De meisjes hebben een zwart satijnen kap over het hoofd. Haar pooier Tony V, Michel Nihou, Marc Dutroux, Annie Bouty en een paar andere volwassenen zijn erbij. Ze vertelt dat ze op een plaats kwamen die een bepaalde geur had, een muffe geur die in huizen hangt die lang niet bewoond zijn. Het verloop van het verhoor is dramatisch. X1 verklaart dat ze Christine vastbinden. Trillend en huilend vertelt ze hoe ze gefolterd is. Dat er foto's werden gemaakt. Dat het bloed wordt gedept met een tampon. Ze maken haar los en binden haar opnieuw vast. Het doet haar denken aan een konijnenstrik. Het was zo, ze hebben haar verbrand. Ze doen wat? Ze verbranden haar. Ze krijgt een serie foto's voorgelegd. Ze moet zeggen of het meisje Christine ertussen zit. Ze wil niet. Ik zei van, kijk, nee, ik wil het niet meer. Ik wil naar huis. Ik wil daarvan. Ik wil daaruit. Want ik zat zo diep in al die herinneringen dat ik eigenlijk bijna gek werd in mijn hoofd. Il insiste, à mon avis, comme une erreur psychologique, enfin, on pourrait en discuter pendant des heures, mais il insiste, comme une erreur manifeste, puisqu'on voit comment ça s'est passé, d'insister, de la pousser trop loin. Si bien que finalement,
à la fois épuisée, dégoûtée et surtout dans le but d'en finir, elle lui montre une photo au hasard en lui disant « Voilà, est-ce que maintenant je peux rentrer chez moi ?» Het is inmiddels 7 uur in de ochtend. X1 wijst de foto aan met code P10. Het is niet de foto van Christine van Hees. Het is 13 februari 1984, 8:45 s'avonds. Een anonieme brandmelding. Er stijgen rookwolken op uit een pand aan de Triomflaan. Het is een leegstaand huis met een champignonkwekerij. Er is een brandhaard in de woning en een tweede brandhaard in de kelder. In de kelder vinden de brandweermannen het stoffelijk overschot van een meisje. De eerste politieman ter plaatse maakt rapport op. Het lichaam ligt op de buik. Een ijzeren draad is verschillende keren rond de hals gedraaid en is verbonden met de benen die naar achteren zijn geplooid. Dicht bij het lichaam liggen meerdere houten kisten. Vaststellingen bij het slachtoffer. Een spijker is in de linkerpols geslagen, 2 kleine gaten aan de achterkant van de schedel, de uiteinden van de onderste lichaamsdelen zijn verbrand. Ze treffen aan sieraden, verkoolde stukjes stof, een verbrande aansteker, een bebloede tampon, een touw, een kaars en een jerrycan. De lijkschouwers kunnen niet zeggen of het slachtoffer is overleden door verbranding, verwurging of andere vormen van mishandeling. Ze stellen vast dat het slachtoffer geen maagd meer is. 12 jaar later legt getuige X1 verklaringen af die een frappante overeenkomst vertonen met die moord in 1984. Ze moet de plaats beschrijven waar Christine vermoord is. Er was een stenen vloer, zegt ze. Een wand, de helft hout, de helft glas. Een chambran, een deurgat. In de laatste ruimte waar ze zijn heen gebracht, een groene bus en touw. Het is donker, er is alleen licht van kaarsen. Het verhoor gaat verder over Christine zelf. Wat doet hij aan Christine? Wat doet hij? Hij... Wat doet hij? Laat u iemand helpen? Hij doorboort haar handen. Hij doorboort haar handen. Er zijn momenten geweest dat ik dacht van, en hoe moet het nu verder? Moet ik nu terug naar huis en gewoon, ja, mama zijn? Ja. Ja, soms wou ik echt wel ergens onder de struik gaan kruipen en er niet meer uitkomen. Ja. Na een paar verhoren, dan vraag je jezelf wel af, dat kan niet, dat bestaat niet. Wat ze hier ons vertellen, dat is, het bestaat niet dat zoiets ooit gebeurd is, of dat in onze geest was dat moeilijk eigenlijk om ons dat voor te stellen eigenlijk. Maar naarmate die verhoren vorderden, hebben wij meer onderzoeksdaden verricht, bepaalde opzoekingen gedaan of feiten nagetrokken. En toen waren het op bepaalde zaakjes die we, ik zou zeggen, aan elkaar konden breien, of waar we toch zeiden van, hier zit misschien toch wel iets in. Dans ce dossier, qui est un dossier dramatique, parce qu'effectivement c'est une jeune fille qui a été assassinée dans des circonstances atroces, effectivement Regina Louf donne énormément de détails. À ce moment-là, personne ne trouve rien à redire sur la manière dont les auditions de l'adjudant de base se passent. On ne l'accuse pas de manipuler le témoin, de lui suggérer des réponses. Et à mon avis, on ne peut d'autant moins l'en accuser qu'il n'a pas le dossier, qu'il ne le connaît pas. Et donc effectivement, elle donne beaucoup de détails. Je crois que, pour ceux qui ont... On a beaucoup parlé de ce dossier dans les médias. Le plus frappant, c'est la description tout à fait précise, non seulement précise, mais très très particulière du lieu général où s'est passé ce crime. De champignonkwekerij is kort na de moord afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor een appartementencomplex. De zoon van de vroegere eigenaar wordt geconfronteerd met de beschrijving die X1 gaf. Les portes. On avait des portes très spéciales, fait main, très ancienne porte avec des moulures dedans. Donc, qu'elle avait dessiné, elle avait des clinches très spéciales. Bon, que je le savais. Bon, elle a dessiné la cheminée, le living enfin, ouais. Pour moi qui étais relativement fidèle, la cheminée qui existait. Elle a aussi dessiné des rosaces. Là, oui, une rosace, c'est une rosace, pour moi. C'est environ la rosace qui est, les rosaces qui est dessinée pour parler de lui. Et je dis, ce qu'elle a dit correspond à un gros cas,
avec la championnière, surtout que j'ai montré la description à un frère, à moi, hein, bon, et moi, mes frères ont dit, bah, écoute, cette fille était là, hein. C'est pas possible autrement. De onderzoekers gaan naar het parket in Brussel en halen het oude dossier Christine van Hees op. Ze lezen. Van de vrienden en vriendinnen van Christine van Hees wordt de gerechtelijke politie, die de zaak destijds onderzocht, niet veel wijzer. Ook het buurtonderzoek rond de champignonkwekerij levert niet veel op. De politie gaat na een tip rondbroeten in het milieu van verslaafde krakers, maar ook dat levert niets op. Het onderzoek destijds werd geleid door onderzoeksrechter Van Espen. Het was zijn eerste grote zaak. Hij werkte nog maar kort bij het parket in Brussel, voor die tijd was hij advocaat. In die hoedanigheid had hij, zoals later zou blijken, goede connecties met Michel Nihoux en Annie Bouty. De ouders van Christine van Hees krijgen in juni 1996, 12 jaar na de moord, een brief van Van Espen. Hij schrijft dat hij tot zijn spijt moet mededelen dat de moordenaar van hun dochter Claudine niet is gevonden en dat het onderzoek zal worden beëindigd. Als de onderzoeker van het team van De Baas het oude dossier bestudeert, constateert hij dat het onderzoek destijds slordig is uitgevoerd en vol zit met hiaten. Je peux donner un simple exemple qui m'a choqué, c'est le 5 avril 97. J'ai dû dans mon bureau recevoir les parents en présence du juge et ouvrir les objets saisis à l'époque. Et j'ai dû demander à la maman de Christine, 13 ans après, j'ai dû lui présenter un soutien-gorge et un slip et demander si c'était à sa fille, 13 ans après. Et les paroles du père ce jour-là, ça a été de dire au juge, monsieur le juge, notre fille ne s'appelait pas Claudine, elle s'appelait Christine. Donc ça donne déjà une petite idée. Een aantal zaken valt hem op. Bijvoorbeeld een anoniem telefoontje. Bie stelt vast dat het proces verbaal over dat telefoontje niet klopt. De anonieme tip zou gaan over een café Chez Dolores. Maar als Bie het gesprek terugluistert, hoort hij: als u een beetje op de hoogte wilt blijven, ga dan maar eens naar de Philippe Boutstraat 140, naar de Dolo. Wat gebeurt daar? U zou er misschien iets aan de weet kunnen komen over de champignonnière. Hoe bedoelt u? Op de hoek van de Philippe Boutstraat, de Dolo. Als u daar af en toe naartoe zou gaan, zou u meer weten over de champignonnière. Waarom zegt u dat, meneer? Dan wordt de verbinding verbroken. Het ging dus om de Dolo, de seksclub waar Michel Nihoux begin jaren 80 vaste bezoeker was. En Michel Nihoux komt nog een keer in beeld, want Christine van Hees ging vaak zwemmen in het gemeentelijk bad van Etterbeek, waar, op de bovenverdieping, radioactivité was gevestigd, de radiozender van Michel Nihoux. In het oude dossier leidt ook een mogelijk spoor naar Marc Dutroux. Christine van Hees ging in de maanden voor haar dood wekelijks schaatsen op schaatsbaan Poseidon in Brussel. Een getuige verklaart dat Christine vlak voor haar dood een afspraak had met een zekere Mark uit de omgeving van Bergen. Het is bekend dat Marc Dutroux in die tijd regelmatig ging schaatsen op schaatsbaan Poseidon, waar hij jonge meisjes lastig viel. Voor advocaten Van der Smissen is het duidelijk dat dit nader onderzocht zou moeten worden. Dans son témoignage, Regina fait un lien manifeste entre les personnes inculpées dans l'autre dossier de Château à une époque où n'était pas censé se connaître. Alors, l'un des arguments pour rejeter en bloc le témoignage de Regina Loup est qu'elle prétend que ces personnes se connaissaient donc au début, au milieu des années 80. Or, le dossier révélerait que ces personnes ne se sont rencontrées que plus de 10 ans plus tard. Alors, sauf erreur de ma part, la seule enquête qui a été menée à ce sujet porte sur une comparaison des déclarations de ces différentes personnes accusées par Regina Loup. Et donc on se base sur leurs propres témoignages pour dire qu'ils ne se connaissaient pas à l'époque des faits, ce qui me semble quand même un peu court. Ik zeg nog altijd voor mijzelf, en dat zullen mijn ex-collega's zeker beamen, dat wij het verhoor van Regina Loup niet nodig hadden om die zaak op te lossen. In het oude dossier zaten eigenlijk elementen genoeg die misschien destijds
met de stand van de technologie misschien niet op te lossen waren, maar die toch maar bepaalde jaten in zaten, die destijds niet bekeken waren of misschien bewust niet bekeken waren. In het oude onderzoek blijken dus bepaalde sporen niet te zijn nagetrokken, waardoor eventuele verdachten buiten beeld konden blijven. Dit wordt meegedeeld aan de parlementaire onderzoekscommissie. Ik herinner mij nog zeer goed dat toen wij ons daar begonnen mee bezig te houden, dit een zeer kregelijke reactie uitlokte, voornamelijk van de Brusselse magistratuur, die wellicht zich rekenschap ervan gaf dat de commissie er vrij snel op zou stoten dat in dit dossier misschien de regels van het goede gerechtelijk onderzoek niet gerespecteerd waren. En je kon die spanningen onmiddellijk meten. De commissie Verwilgen krijgt geen enkele medewerking van het parket in Brussel. Eind 1996 besluit de Rijkswachttop in Brussel dat het X-onderzoek een andere structuur moet krijgen. Het team wordt uitgebreid en Rijkswachtcommandant Duterme krijgt de leiding. Kort daarna geeft Duterme drie Rijkswachters opdracht de verhoren van getuige X1 te herlezen. Deze herlezers moeten vooral kijken naar de wijze waarop de verhoren zijn gevoerd en hoe er is gerapporteerd. Het team van Patrick de Baas wordt hierover niet ingelicht. We waren zo aan het werken, we werken 7 dagen op 7, misschien 14, 15 uur per dag. En we probeerden iets van dat dossier te maken, dus het ging over kinderen die vermoord werden of vermoord geweest zijn. Dus dat waren toch belangrijke zaken, dus als onderzoeker zet je je daar volledig achter. En dan zie je in feite niet wat je achter je gebeurt. Onderzoeksrechter Van Espen, de man die de moord op Christine van Hees destijds niet wist op te lossen, wordt desalniettemin 13 jaar later opnieuw aangesteld als leider van het heropende onderzoek naar de moord. Gerard Kok werd in 1984 veroordeeld door de rechtbank in Gent wegens fraude en het witwassen van zwart geld. Ik heb geen dubieuze zaken gedaan, nee. Nooit niet? U bent veroordeeld in België? Ik ben niet veroordeeld in België. Nee. De Kokliko nachtclub met uitbater Berdijn is gelieerd aan Gerard Kok. En Gerard Kok had in die tijd een holding met de Nederlander Charles Geers, de nummer 2 van de wereld in de porno-videohandel. Internationale opsporingsdiensten als Scotland Yard zetten Geerts op een lijst van mensen die betrokken zouden zijn bij de handel in kinderporno. Het weekblad Nieuwe Revue wijdt er een serie artikelen aan. Maar er zijn geen bewijzen. In 1985 werd Charles Geerts gearresteerd op een vliegveld in Amerika, verdacht van invoeren van porno. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en werd op borgtocht vrijgelaten. Zijn woordvoerder in Nederland zei tegen de Telegraaf: "Ik denk dat het te maken heeft met kinderpornografie. De Amerikanen staren zich blind op Holland en denken nog steeds dat dit het centrum is van de kinderporno. Anderhalf jaar geleden echter hebben we de politie op bezoek gehad en de kinderporno opgeruimd." Ça se passe en 1985, ce qui est donc une époque clé par rapport au témoignage de Regina Louf, puisque les faits dont elle parle, donc précisément les viols et les séquences de torture sur des enfants filmées et destinées donc à être commercialisées, se passaient au début des années 80. Terug naar Antwerpen, naar de moord op Katrien de Kuiper. De Rijkswacht staakte het onderzoek, maar nieuwe feiten wijzen op een link naar Nederland. Regina Louf verklaarde dat een meisje, Katrien geheten, werd vermoord tijdens de opname van een pornofilm in een kasteeltje in de buurt van Antwerpen. Het Antwerpse meisje, Katrien de Kuiper, verdween eind 1991 spoorloos en werd een half jaar later vermoord teruggevonden. De laatste keer dat ze gezien werd was in een café in Antwerpen, waar ze om 22:45 s'avonds een telefoontje pleegde. Donc il y a un élément extrêmement troublant dans cette affaire également, c'est le fait que le dernier endroit où la jeune fille identifiée par Regina a été vue vivante est un café
Donc, au premier étage de ce bâtiment se trouvait le siège d'une société hollandaise qui avait un lien direct avec la pornographie enfantine. Ça a été établi au travers d'un autre dossier qui est devenu assez médiatique quelques années plus tard, en 1998, ce qu'on a appelé l'affaire de Zandvoort, qui était donc un énorme réseau pédocriminel qui diffusait des images et des films pédophiles sur Internet par le biais d'un programme spécialisé. Advocaten van der Smissen refereert aan de Zandvoortse pornozaak. De bewoner van deze flat in Zandvoort, Harry Ulrich, werd in 1998 vermoord in Italië. Na zijn dood kreeg de politie een tip. In zijn flat in Zandvoort bevond zich een enorme verzameling CD-ROMs met gruwelijke vormen van kindermisbruik. Tussen de CD-ROMs zitten bestelformulieren waarop speciale wensen kunnen worden aangegeven, zoals pornomateriaal met baby's. Uit het onderzoek bleek dat Gerry Ulrich regelmatig grote sommen geld stortte naar het postadres boven het café in Antwerpen, waar Katrien de Kuiper voor het laatst werd gezien. Op die bovenverdieping waren twee Nederlandse pornobedrijven gevestigd. Studio De Pauw en de firma X-Kiss. Ce qui peut laisser penser, soit ce serait une coïncidence de plus, soit que cette jeune fille a pu avoir des contacts et des pressions enfin, de la part de cette société. Tussen de kinderporno die in Zandvoort is gevonden, zit een foto van een meisje dat als twee druppels water lijkt op de vermoorde Katrien de Kuiper uit Antwerpen. In het politiedossier zit de foto onder het nummer 129. Of het werkelijk Katrien de Kuiper was, heeft de Rijkswacht nooit uitgezocht. Brussel het jaar 2000. De X-dossiers zijn al jaren gesloten en vergeten. Maar de X-onderzoekers wachten nog steeds op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek duurt al ruim 2 jaar en heeft vele manuren meer gekost dan het hele X-onderzoek. In januari valt de beslissing. Patrick de Baats en M.E. Bie gaan naar het Paleis van Justitie in Brussel om te horen of ze al dan niet vervolgd zullen worden. C'est fini, c'est non-lieu. Il ne sert plus rien. C'est de battre, soulagé. Soulagé, oui. Enfin, il y a un peu de justice qui est rendue. De onderzoekers van de X-dossiers worden dus niet vervolgd. Sterker nog, in 2000 verschijnt ook een intern rapport van de Rijkswacht over de wijze waarop de X-onderzoekers zich destijds van hun taak hebben gekweten. Conclusie? De X-onderzoekers hebben zorgvuldig, integer en professioneel gewerkt. Tussen 1973 en 1996 zijn er in België 43 kinderen spoorloos verdwenen en soms vermoord teruggevonden. Verdwijningen en moorden die nooit zijn opgelost. De vraag is waarom getuige X1 Regina Louf gek werd verklaard. En waarom het onderzoek naar de kindermoorden in 1997 is stopgezet. La question qui se pose finalement à mon sens c'est nos sociétés sont-elles capables de se confronter à l'horreur que leurs failles peuvent générer. Et ici manifestement ce qui se passe dans ce dossier comme dans d'autres c'est que la victime devient le bouc émissaire, c'est le mouton noir, c'est la ce que la société fait, c'est ne pas prendre ses responsabilités en gérant ses problèmes et en les laissant finalement sur le dos d'une petite fille. X1 of Regina Louf was maar een doodgewoon meisje dat misbruikt geweest is. Waarom mag daar niet op onderzocht worden? Er zijn personen die zeggen, ja, die vrouw is compleet geschift. Dat zou ik absoluut niet zeggen. We hebben ook bepaalde experts bijgehaald die... Er zijn erbij die het tegendeel beweerd hebben, dus dat een redelijk standvastige persoon was. In het achterhoofd gehouden dat ze allemaal mogelijk meegemaakt zou hebben.
Dan ga je nu zeggen van haar verhaal, dat klopt 80% van of 70 of weet ik niet, maar al klopt er maar 10 of 20% van die 20% moet je gaan onderzoeken als onderzoeker. Dat is je plicht, daar word je voor betaald. En daar gaat het hier om. Ik heb een zeer goede onderzoeksploeg altijd gehad, dus misschien was de schrik daar. Iets zou ontdekken dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Gevaarlijk zou zijn voor bepaalde personen. Ooggeplaatste personen. Misschien ooggeplaatste personen, ja. Ofwel kon België zich niet meer permitteren van in een nieuwe zaak weer terug te volgen. Laat ons zeggen dat elk slachtoffer een ontzettend sterk en indringend signaal gekregen hebben. Als je praat zoals ik doe, wel, dan word je gehekeld, hè. Internationaal. En dat is iets, denk ik, waar veel slachtoffers niet 10 keer gaan bij nadenken, hoor, maar 100 keer.